Hi, Maurice van Lindelaarster Balance hier. En bij deze video nummer 5 van de meest gestelde vragen in de fitness. De vraag luidt: welke buikspieroefeningen moet ik doen voor een strakke buik? Ja, ik dacht persoonlijk dat iedereen dat tegenwoordig wel weet. Maar schijnbaar is dat toch niet zo. Er zijn geen buikspieroefeningen die je buik strakker maken. Nou, waarom niet? Zie het als bijvoorbeeld een bicep. Als je die gaat trainen, dan wordt die groter. Ditzelfde gebeurt ook met je buik. Dus de spier wordt groter, maar dat wil niet zeggen dat het vet minder wordt. Oké. Dus je kunt niet plaatselijk vet verbranden. En er is ook niet echt een specifieke oefening voor die buikspieren. Wat kun je dan wel doen? Uiteraard je voeding aanpassen dat je in een tekort zit. Gecombineerd met oefeningen die heel het lichaam belasten. Veel losse oefeningen. En wellicht oefeningen die heel veel energie kosten. Je wil namelijk zoveel mogelijk gaan verbranden. Tuurlijk is het niet zo dat je die buik niet hoeft te trainen. Dus persoonlijk zou ik zeggen, als je die buik gewoon ook gaat trainen, doe dat ook gewoon. Dat is prima. Alleen dit moet niet de focus zijn van je programma. Doe een oefening waarbij je je benen heft, zoals leg raises voor je onderste buikspieren. Doe bijvoorbeeld een statische variant, zoals een plank variant in je programma. En doe een oefening waarbij je een twist maakt of een rotatie. En dan pak je alle componenten van de buikspieren mee. Nou, pas dit toe en je zult uiteindelijk die strakke buik gaan krijgen. Vond je dit nou leuk? Like, deel, abonneer en dan zie ik jou in de volgende video. Ciao!